Als nu het stroom uit zou vallen hier, dan heb ik nog een generator staan. Oplaadbare batterijen, warme dekens. Wat als de stroom uitvalt? Hetgeen wat je direct merkt, je verliest je internet, hè, met je router werkt niet meer. Je hebt waterdrukvermindering. Dus je kunt je toilet nog één keer doorspoelen. Stortbak vult niet meer. Je hebt geen gebruik meer van gas. Dus als midden in de winter is, min 20. Succes, je hebt geen verwarming. Koken, hè, kook je op inductie of op gas, gaat dus ook niet meer. Dus eigenlijk alle basisdingen die je hebt, vallen weg. Dit is Merno. Merno is een prepper die zich voorbereidt op scenario's als een overstroming, onrust in de samenleving en stroomuitval. In zijn vrije tijd spreekt Merno graag mensen op straat aan om bewustwording te creëren. Als morgen de stroom uitvalt. Morgen de stroom uitvalt. Stel een week lang. Ja. Hoe ga jij jezelf warm houden in je huis? Nou, ik heb twee hele leuke collega's. Ik denk dat ik daar dan tegen haar kruip. Nee, god, dat is een hele goede vraag. Ja, wij hebben een houtkachel thuis. Dus dat scheelt. Kijk. Bent u voorbereid als de stroom uitvalt voor meerdere dagen? Nee. Nee. Ik hou me daar eigenlijk niet zo heel veel mee bezig als ik wil. Oké. Bent u voorbereid op een mogelijke stroomuitval? Nee. Ja, ik heb zelf de stroomvoorziening. Eigen stroomvoorziening? Ja. Ah, helemaal fantastisch. Mijn ouders, ja, zijn allochtonen, die hebben ze opgehaald uit Turkije om hier te werken in 1968. Mm-hmm. Toen hadden ze ook geen stroom in Turkije. Dus wij weten hoe je moet leven met gaslampjes, olielampjes, weet je wel, hoe je moet vermaken. Dus komt toch wel goed, jongens. Ik leer jullie wel. Heb jij iets om jouw telefoon op te laden of om powerbanks? Heb je die op voorraad gevuld? Ja, ja zeker. Ik heb altijd op twee powerbanks sowieso. Ja, goed bezig. Ik ben ook in het verleden met andere collega's veel naar festivals geweest. Die zijn sowieso altijd opgeladen. Die zijn opgeladen. Kijk, ja. Fantastisch. Ja, ik ben begonnen met het ondervragen in zekere zin hè, van mensen. Ik denk al een jaar of 8, 9 geleden is ondertussen. Het is heel sporadisch wanneer ik dit doe. De ene keer kan ik het 3 dagen achter elkaar doen en het andere moment zie je me 3 maanden niet. Ja, ik vond het gewoon leuk om sociale contacten te hebben met mensen en hun kant van een verhaal te horen. Een stukje bewustwording. Je zet ze toch even, alles maar 5 seconden, je zet ze even aan het denken. En misschien blijft dat hangen voor de rest van de dag. Misschien vertellen ze erover op een verjaardagsfeestje of bij iemand op visite van goh, ik ben vandaag eens overkomen. Ik werd aangesproken op straat. Leuk. Of het onderwerp daarover delen. Hey, mag ik bedanken? Zeker. Hey. Hey, fijne dag nog. Werks nog. En Merno, hoe ben jij voorbereid? We zijn nou gewoon in een mooi appartementje op 7 hoog. Mooi uitzicht over het water, dus dat kan ik in ieder geval in de gaten houden. Voor de rest in de kast. Voor een klein gezin iets meer voorraad dan wat je normaal gesproken zou hebben. De pasta's, rijst, meerdere bakken van op voorraad, maaltijdvervangende poeders. Dit is voor 2 personen een maand lang. Ja, het zit gewoon bomvol met vitamines, mineralen, calorie, alles wat je nodig hebt zit hier gewoon in. Ik dacht dat is misschien wel lekker, maar dat is eigenlijk best wel heel vies. Ja, als je het nodig hebt, ben je niet kieskeurig. 1 van de 3 boekenkasten. Ik heb hier in ieder geval een fantastisch boekje voor beginnende preppers. Hè? Een beetje een basisinfo wat erin staat. Nou, in ieder geval de 2 grootste religies hier in Nederland. Altijd handig om kennis van te hebben. Politiek in Nederland. Boeken over eetbare planten. Paddenstoelen. Wetbundel staats- en bestuursrecht. Een wettenbundel burgerlijk procesrecht. En een wettenbundel strafprocesrecht. Stel internet werkt het niet of er is geen politie in de buurt of wat dan ook. Dan is er iemand die dit in zijn bezit heeft. Ja, ik heb dan nog een generator. Deze keer eventueel aanslingeren om een koelkast draaiende te houden. Merno lijkt alles onder controle te hebben. Of missen we iets? Hetgene wat er eigenlijk nog mist is een zonne-alternatief. Om bijvoorbeeld een telefoon op te laden of een powerbank die leeg is om die dan weer op te laden. En hoe ben jij voorbereid? Als de stroom uitvalt. Als de stroom uitvalt, sta je gewoon verder niet bij stil. Het is niet iets waar ik me zorgen over maak in ieder geval. We komen uit India en daar gebeurt het heel veel. En daar hebben mensen ook batterijen en extra stroomdingen. Ja, dat is wel heel grappig. Ik ben van origine nog wel in kamperen, dus ik denk dat ik daar wel buiten kan, gek genoeg. Nou, dat is de reden dat we laatst niet de schoorsteen hebben weggehaald, terwijl we helemaal geen kachel of wat dan ook hebben. Maar het zou kunnen dat je op een gegeven moment zonder stroom komt te zitten. En dan zouden we misschien alsnog een kachel moeten gaan aansluiten, want je verwarming zit ook op de stroom. Nou, ik heb 1 zonnecelletje op mijn boot, dus met een accu.
misschien moet ik naar mijn boot toe inderdaad. Heb ik water in de buurt? Ja, een soort ark. Ja. Op naar de prepshop voor de missende oplader. Ik ben begonnen met actief preppen op mijn 18e. Dat is allemaal vanwege een tv-programma. En ik woonde toen voor het eerst op mezelf. En het ging over preppen en dat was voor mij even de omslag. Maar wat moet ik nou doen nu ik mijn eigen woning heb? Maar onbewust ben ik al sinds mijn jeugd mee bezig. Het heeft eigenlijk te maken met een familiebanden die in defensie zitten. Ja, hutten bouwen in bossen. Een beetje de basic survival skills, zeg maar. Survival heeft heel veel te maken met preppen. En binnen preppen heb je verschillende categorieën. Waaronder burg-in en burg-out. Burg-in is zo lang mogelijk in huis. En burg-out is zo snel mogelijk uit huis. En dan buiten onderdak zoeken. Dus echt survival. Ja, mijn specialisatie zelf ligt bij burg-in. Ik wil... Ik hou van luxe. Ik wil zo lang mogelijk binnen blijven in mijn eigen woning. Daar heb ik ook alles liggen. En mijn gezin is ook daar. Dus bekende omgeving. Is ook goed voor je mentale gezondheid. Hey, goedendag. Cappuccino, salut. Dankjewel. Ik heb nog geen manier om een powerbank op te laden. Mm-hmm. Op het moment dat stroom uitvalt. Je hebt dus wel een generator in huis? Ja, alleen nog niks wat op bijvoorbeeld zonne-energie werkt. Nou, hier zie je verschillende mobiele powerbanks staan. Je hebt hier al stopcontact, dus je kunt ook gewoon stromen dingen met een 230 volt stekker. De USB zit erop. Je kunt hem zonnepanelen hierop aansluiten. Van deze uitklapbare zonnepanelen zoals ze hier staan in verschillende groottes. En die kun je dus bijvoorbeeld ook op je balkon zetten. Nou ja, ik ben Nander, eigenaar dus van het Allgrid Centrum. Standaard als de stroom uitvalt, ook al heb je zonnepanelen in huis, je hebt gewoon geen stroom meer. Er komt geen stroom van het net, die panelen op het dak doen niks meer. Nou, en daar kun je dus dan bijvoorbeeld een batterij bij zetten. En die batterij zorgt er dan eigenlijk voor, samen met een omvormer die erbij komt, dat de zonnepanelen die nu op jouw huis liggen, dat die gewoon blijven werken. Dit zijn de composttoiletten. En dus eigenlijk bij deze toiletten, op het moment dat je gaat zitten, gaat er een klepje open en dan wordt eigenlijk de urine van de ontlasting gescheiden. Dus op het moment dat je dus hierop drukt, dan gaat hij hier open. En dan zit dus eigenlijk hier aan de achterkant zit een ventilatortje en die blaast continu de lucht naar buiten toe. Ja, ik denk dat heel veel van onze klanten sowieso meer onafhankelijk willen zijn. Ik denk dat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het coronajaar, dan zie je opeens van mensen die met een energierekening van 200 euro per maand gaan opeens naar een energierekening van 1200 euro per maand. En dan denken ze opeens van, ze hebben eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ze eigenlijk heel afhankelijk zijn van de prijzen die op de markt zijn. Hey, ik woon dan op een appartement. Dus vrij beperkt in wat ik wel en niet kan doen. Wat zou jij zelf dan aanraden? Wij hebben ook balkonhaken voor panelen, voor gewoon standaard panelen. Zodat je die gewoon aan het balkon vast kan hangen. Dus als je ze vandaag zo recht aan het balkon zou hangen, dat ze echt dat die recht instraalt, want de zon is gewoon heel laag op het moment. Ja, dan zou je denk ik zo eentje ongeveer in een dag moeten redden. Maar het is gewoon, de winter is best wel lastig in Nederland. Dus ik denk dat het goed is dat je onder het generatortje achter de hand rust. Ja, en dat was het oorspronkelijke idee ook. Hey Menno, super mooi dat je was, hoor. Tot de volgende keer. Dankjewel. Leuk man, leuk je wat ziet hebben. Tot ziens. Ja, ik ben zeker blij met de batterij. Leerzaam. Dus met deze batterij ben ik blij.